Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe aflevering van Metabots, Metabee vs. Rakusho Version. Oh, we hadden het de vorige aflevering de hele Spritecast? Tijd over het. Oh, ik dacht dat het Spritecast was. Ja, eigenlijk is het wel zonde van een Spritecast, hè, want dit zou zo als Spritecast kunnen uploaden. Ja. Nou ja, dan haal je even de game audio eraf, hoppakee, Spritecastje. Ja. Waarom Hunted eigenlijk geen goede serie is? Meteen even clickbaiten. Maar jij had een andere tv-serie waar je het over wil hebben. Ja, ik denk dat jij niet naar dezelfde gaat, maar ga toch kijken. Dream School. Nee, want dat heb ik niet gezien. Oh. Maar ik weet wel wat het is. Ja, en ik vind het eigenlijk een van de betere series, omdat je hoeft niks te winnen. Je kijkt gewoon naar hoe sommige mensen, of sommige studenten, van vaak onze leeftijd, of soms net iets jonger. Mm-hmm. Nou, met de jaren is het niet meer onze leeftijd, maar... Ja, tegenwoordig niet meer, nee, maar... Eigenlijk gewoon... Zo voelt het soms nog. Soms gewoon in slechte situaties zijn gekomen, buiten hun schuld om. Mm-hmm. En dan maar gewoon proberen iets van te maken. En ja, sommige lessen zijn gewoon heel erg goed om van te leren. En sommige mensen zie je ook gewoon van, die ontwikkelen zich. En sommige mensen zie je ook gewoon van, ja oké, okay, maar hier kan je nog 6 seizoenen van maken en die komt er toch niet verder. Nee. Dus ja, ik vind het op zich wel een hele leuke serie om te zien. Ja, ik ben zelf wel echt van de spelletjes, zeg maar. Ik vind, ja, dat is niet echt mijn ding, zeg maar. Mm-hmm. Nou, dan... Ik wil gokken dat jij... Naar welke jij nu naartoe gaat, maar ik wil even zeker weten. Is het op de NPO of is het op de commerciële centers? De commerciële centers. Okay. Je hebt hem al benoemd, namelijk. Daar begon het een klein beetje mee. Tenminste, dat is niet waar. Je hebt Robinson. Ja, over Robinson. Ja, ja, oké. Okay. Ja, want heb je de nieuwe kandidaten gezien? Nee, Robinson is altijd een beetje een serie die ik een beetje half kijk. Okay. Soms mis ik afleveringen, soms kijk ik ze wel. Maar het grootste probleem wat ik soms heb met Robinson is... En het, ik weet dat is een beetje het mooie eraan, maar dat zijn de allianties. Ja, en daar heb ik met heel veel mensen over, maar... Ik vind het geweldig. Ja, kijk, want het idee is leuk, maar... Ik bedoel, mensen zeggen van ja, en het gaat helemaal niet om wie de beste Robinson is. Nee, dat is ook niet, maar dat is het al... Dit programma bestaat 20 jaar en dat is het al 19 jaar niet meer, zeg maar. Dan moeten mensen echt loslaten, zeg maar. Het gaat er gewoon een beetje om, je moet het gewoon slim spelen. Als je goed bent, dan heb je elke keer immuniteit, dus dan heb je niks te vrezen. Nee, klopt, maar... Ik ben wel van mening van een tijdje, of ze moeten een keer gewoon aanpassen dat het op die manier wel gaat, van de beste Robinson, want ik vond wel met die Robinson All-Stars van laatst, ja. Daar kon ik na verloop van tijd even gewoon niet meer kijken tot het maar de laatste aflevering was, omdat het iedere keer dezelfde persoon was die immuniteit had. Dat klopt, maar ja, dat gaat het toch uiteindelijk wel om degene die het beste is? Nee, klopt. Maar ik kon die persoon gewoon niet uitstaan, dat is het probleem. Ja, kon je hem niet uitstaan? Nee. Oh, ik vond hem wel cool. Ja, ik ben zo iemand die niet echt kan tegen zulke... Nou ja, hoe noem ik dat even? Van die glibberige mensen. Ja, ik vind hem juist... Ik vond juist dat hij heel erg... hoe noem je dat? Nuchter was, down to earth. Ja. Ja, zo kwam ik tot mij niet over, maar... Dat was, maar... Ik heb veel meer met zo die Niels dan, zeg maar, want daarover heb je net. Dan met zo'n Carlos of zo'n Edith, die zichzelf gewoon heel goed vinden. Ja, eens. Maar dan pakken we heel veel de extreme erbij. Wat vind je dan van zo'n boerin van vorig seizoen of het seizoen daarvoor? Ja, bedoel je dan de Annemiek of... Nee, niet Annemiek, die gestoorde. Betty. Betty, ja. Nee, Betty, dat was die oude. Ja. Maar hoezo is die gestoord? Ik vond haar aardig gestoord. Oh, daar had ik niet zoveel moeite mee eigenlijk. Ook niet. Hoezo dan? Wat vind je gestoord aan haar dan? Gewoon een beetje gestoord in de omgang, die dingen. Oh, een beetje sociaal gestoord, zeg ja, maar. Ja, sociaal gestoord. Ah, ja, oké. Okay. Ja, maar dan denk ik van, ja, weet je, dat soort mensen zijn er ook. En, ja. Nee, klopt. Ik had veel meer moeite met die Annemiek, die boerin. Ja, klopt. Maar die, dat vond ik zo'n naar mens. Maar die was ook al na in Boer zoekt vrouw, dus. Ja, dat geloof ik meteen. Die was ook al niet gewoon die leuk daarin.
Maar wat wou ik zeggen? Ja, weet je, mijn favoriet haalde wel de finale. Alleen die won ze niet. Nee. Ja. Dat is soms een beetje pech. Ja. Maar vind het wel. Ja, ik was die Edith en die Carlos was ik meteen al helemaal zat. Mm-hmm. Nee, snap ik. Snap ik. En ja, en weet je, ze halen Mariana er niet in omdat ze nou zo goed is, maar alleen maar om juist een beetje die narigheid te creëren. Ja. Maar als je dat is haar enige purpose in dat hele spel natuurlijk. Ja, maar laat ik even eerlijk zijn. Als je enige purpose narigheid is en je probeert dat een beetje verder te maken dan het is, dan zeg ik zo van, ga alsjeblieft eruit. Ja, maar daardoor, weet je, kijk, ik zou haar er ook in, ik zou proberen gewoon haar erin te laten houden en hopen dat je aan haar goede kant staat, zeg maar. Want ja, ik denk dat ik van haar ook nog wel kan winnen, zeg maar, snap je? Ja. En ik weet het, dat is een beetje de mentaliteit van, verraad komt niet van je vijanden, dus dat snap ik wel, maar... Mm-hmm. Ik weet niet, ik kan zulke mensen gewoon niet uitstaan, ook al zouden ze super dom zijn en niet eens weten hoe je listig moet zijn, maar ik vond dat gewoon niet heel erg leuk om te kijken. Nou, oké. Ja, die All-Star seizoen is echt een van mijn favoriete seizoenen. Ook gewoon omdat ik het altijd leuk vind als ze soort van... Net als die Wie is de Mol All-Stars-achtig gebeurde, dat vond ik echt vet. Mm-hmm. Het enige jammer was dat het zo weinig afleveringen had. Dat vond ik het enige wat ik echt jammer vond. Ja. Ja, wat ik wel vind met Wie is de Mol, en ik vond een beetje discussie ooit met Sander over, dat onbekende eigenlijk veel leuker is om te kijken dan bekende. Bij Wie is de Mol? Ja. Ik vind dat bij Wie is de Mol, ligt eraan. In Nederland zit ik niet te wachten op onbekende. En kijk, weet je, ik kijk de Vlaamse en dan is altijd... Dan is alles onbekend, ja. Ja, want als het wel bekende zijn, dan ken ik ze ook niet. Ja. Maar eerlijk is eerlijk, de Vlaamse mol die zit gewoon veel beter in elkaar. In alle opzichten. Ja, klopt. Want ik mis gewoon in Wie is de Mol van de nieuwe versie dat alle hints er gewoon uit worden gehaald. Ja, maar dat komt ook omdat het gewoon niet meer te doen is, omdat iedereen alles door heeft. Ja. Maar want toen in 2008, toen Dennis Wening de mol was, toen had hij superveel verborgen hints. Dat was echt leuk. Ja, maar ik zat dan ook hebben gezegd van als het heel moeilijk is, probeer je dan gewoon maar te overtreffen. Het is ook gewoon iedere keer overtreffen, hè? Kom op. Mm-hmm. Dus dat. Nou, weer een resetje vandaag. Ah, en ze moeten gewoon stoppen met het maken van live show. Ja, oké, daar ben ik ook volledig mee eens. Om één simpele reden. Ja, jongens, live show. Live show duurt 40 minuten. Het duurt 40 minuten voordat je weet wie de mol is. Ja, en dan heb je alleen maar geouwehoer met het publiek, waar niemand op zit te wachten. Je wilt gewoon molacties en zo zien. Ja, maar dat is ook precies de reden waarom ik bijvoorbeeld niet Expeditie Robinson Eiland Praat kijk. Fuck dat. Ja. Het is alleen maar geouwehoer. Ja, nee, maar het is ook geouwehoer. Als ik geouwehoer wil doen, dan is het nog voor ik wel een spikecash op. Ja. Dat is. Precies. Ik zit er nu echt aan te denken om dingen er tussenuit te knippen en een spritecast van te maken. Dat kan. Ik wens je veel succes om dat er allemaal uit te halen, maar succes. Ja. Nee, toen je zei spelshow, dacht ik eigenlijk aan een NPO-serie. Ja, ik had nog iets in mijn hoofd, maar jij mag eerst. Dat nieuwe ding van Matthijs van Nieuwekerk. Dat weet ik niet. Zoveel tv kijk ik ook niet. Eigenlijk alleen maar spelshows die ik ken. Ja, okay. Waar gaat het om? Het idee is de connection. Dus je krijgt een vraag en dan komt er een woord uit. Of een voorwerp. Ja. Op die manier bedoel ik eigenlijk geen spelshows. Maar ja, ga verder. Ja, en dan moet je uiteindelijk gewoon iedere keer het verband vinden tussen die dingen. Mm-hmm. Want het is een best leuke quiz, want soms weet ik dingen, soms weet mijn vader dingen, soms weet mijn moeder dingen. Mm. En dan zie je gewoon sommige connecties, zoals bijvoorbeeld Volkswagen, Mercedes, Royalty, Musical. Nou, wat is uiteindelijk het woord? En uiteindelijk is het gewoon 40 of 50 woorden die met elkaar te maken iets hebben. En is het Lady Di. De Britse prinses die verongelukt was in Parijs. Oh, oké. Dus daar doe je een hele aflevering over om achter te halen van oké, wat is het woord? En ik vind het hartstikke leuk. Probleem is, het is op zaterdagavond. En wat had je nou iedere keer op zaterdagavond? Oh ja, sorry, het EK. Oh, sorry, weer dit. Oh, sorry, weer dat. Dus je hebt nu 7 afleveringen gehad in plaats van 12. Ja, precies. En daar heb ik wel een hekel aan, want dan wil ik er bijna niet meer kijken. En kijk je de verraders ook? Nee, daar kon ik gewoon in komen.
Nee? Nee. Ook dat vind ik... Het is heel raar, want in principe is het hetzelfde als een soort van Wie is de Mol. Maar daar kan ik gewoon in komen. Ja. Het is een beetje een kruising tussen Expeditie Robinson en Wie is de Mol. Ja. Van Expeditie Robinson hebben ze het gekonkel, zeg maar. En van Wie is de Mol heb je natuurlijk dat er een verrader tussen zit. Het is alleen... wat ik zo vet vind daaraan is dat je op een gegeven moment een beetje in de gaten krijgt hoe mensen denken, zeg maar. Mm-hmm. Het hele mentale spel, zeg maar, dat wordt eigenlijk gewoon bloot voor je op beeld neergelegd, zeg maar. En dat, ik vind dat wel interessant of zo. En dan niet per se om het spel zelf, maar gewoon om te kijken waar mensen toe in staat zijn of hoe mensen denken. Dat vind ik wel grappig. Ik vind het ook heel leuk aan de verraders dat je weet wie de verraders zijn. Ja. Nou, als we toch even kijken naar variaties van die dingen. Jachtseizoen. Ja. Ja, heb ik ook wel allemaal gezien. Behalve op de tv, die niet. Ja, op de tv heb ik kijkers van. Ik heb ze niet op de YouTube gekeken. Maar daar vind ik dan weer het goede, wat ze dan van hun het niet doen. Ze houden de spanning erin, want het is maar voor een korte periode. Mm-hmm. Wat voor 4 uur dus. Ja. En dat maakt dan weer iets beter, want het is volg maar, probeer maar de route te achterhalen en probeer ze maar bij te komen. Ja. Want als ik eerst even de broer of moeder of wat dan ook eerst moet gaan ondervragen om informatie te winnen, ja, dan zijn ze al langer weg. Ja, precies. Dus je hebt gewoon consequent de hahaha klopjacht. Mm-hmm. En dat heb je gewoon iedere keer. Ja, dat maakt het gewoon een stuk interessanter. Ja. Maar ja, ik mis op zich wel een beetje die oude Nederlandse spelshows. Spel zonder grenzen. Dat. Talent is één in de lucht. Talent is één in de lucht. Die mis ik gewoon. Ja. En het is een hele oude. Ik weet de naam niet meer, maar... Dat was een keer opgewezen op NPO. Dit was uit de tijd dat ik nog schaatste. En dat is dan een goede... 16 jaar geleden. Ja, misschien weet ik het. Ieder land stuurde een paar mensen op en moesten ze gewoon een bepaald obstakelkoers door. Het was allemaal ja, binnen. Ja, dat was Spel zonder Grenzen. Dat was Spel zonder Grenzen. Ja. Ja. Ik mis dat programma. Ik ook, want daar heb ik echt goede herinneringen aan. En het leuke was, het was ook niet elke keer dat dezelfde landen meededen. Nee. Dus ook elke keer allemaal andere landen. En dan hadden ze allemaal een bepaalde kleur aan en dat je inderdaad allemaal spellen en zo. Gewoon hele simpele spellen en succes ermee. Ja. Zaterdagavond hele familie, huppakee. Meekijken. Precies. Ja, dat was Spel zonder Grenzen. En dat mis ik nu wel, want ik had een periode wel gekeken van, ik hou van Holland. Maar ik werd zo moe van Linda de Mol. Ja. Ik zat ze van, volgens mij als je een kraai er neerzet, is het interessanter. Ja. Want holy shit, die dame komt er vaak op tv. Yep. Maar ook bijvoorbeeld, wat was er nog meer na verloop van tijd? Lotto Weekend Millionaires? Ja, nou dat was ook leuk, maar die dingen worden ook na verloop van tijd minder. Ook bijvoorbeeld 1 tegen 100, waar soms gewoon de antwoorden niet kloppen. Huh? Ja, nee, ik ben na verloop van tijd gewoon die quiz aan het kijken van oké, kloppen deze antwoorden? Nee, nee, nee. What the fuck? En dan ga je gewoon irriteren aan het feit dat antwoorden niet kloppen. Ja. Nou, mijn zusje en mijn moeder kijken ook wel eens Beat the Champions. Ja, oké, maar dat... En dat concept vind ik op zich wel goed. Het concept is goed. Ik kan de mensen alleen niet uitstaan, want het zijn weer dezelfde groepen mensen die iedere keer eraan meedoen. Ja. Het is ook gewoon... De kandidaten bedoel je? Ja, kandidaten of mensen die het hosten of presenteren. Het zijn altijd dezelfde mensen. Ja. En daar zit ik zo in van, ja jongens... Hebben jullie na verloop van tijd niet een keer genoeg geld binnengehaald? Mm-hmm. Nee? Oké, ga dan eens een keer fucking investeren of doe iets anders. Ga eens een keer verdomme van tv af. Maar het is een carrière, ja. Ja, maar... Weet je wat? Fuck it. En wat vind je van de slimste mens dan? Oh, Maarten van Rossum is een schat van Nederland. Ja, hè? Mijn moeder kan hem niet uitstaan, maar ik vind hem heerlijk. Ik ook. Ik vind hem ook geweldig. Maar ik vind... Omdat hij zegt gewoon wat heel veel mensen denken. Mm-hmm. En het mooiste van hem vind ik ook gewoon... Zijn hele familie zit ook gewoon in dezelfde achtergrond, hè? Ja.
Hij is historicus, zijn zus is kunsthistoricus en zijn broer is architectuurhistoricus. Maar ze zijn ook allemaal even chagrijnig. Nou, die zus is het ergste. En de broer vind ik het minst. En Maarten zit mooi in het midden. Nou, ik moet altijd lachen, dan krijgt hij zo'n glimlachje op zijn gezicht, weet je, als hij weer een kutvraag krijgt. Ik vind dat zo leuk. Mm-hmm. Ik vind het wel een goede show, alleen dan vind ik de Vlaamse versie wel veel beter. Want dan hebben ze gewoon twee quote-unquote juryleden die gewoon een beetje... Eigenlijk zijn er gewoon twee comedians die daar zitten. En die zitten een beetje grapjes tussendoor te maken, daar kan ik wel echt hard om lachen, hoor. Ja, maar... Ik kan Vlaams, maar ik moet altijd even weer inkomen, één moment. Allee. Ja, mijn onkel die was blind en dement. En die zei zo van, ja, ik zie niks niet meer. Ja, die ja. Zoals ik al zei, ik kan het wel, ik moet altijd even inkomen en ik kan het niet lang volhouden. Maar ja, dat is gewoon gelukkig. Maar ook bijvoorbeeld, ik heb ook geen probleem met tv-series die wat rustiger aan doen, want... zegt Boerderij van Dorst jou iets? Dat zal vast van Rianne van Dorst zijn. Of Raven van Dorst inmiddels. Nee. Even kijken. Boerderij van Dorst. Is het Rianne? Ja, was Raven van Dorst, ja. Sorry, was ook correct. Ja. Ik ken haar naam niet. Enige manier ook haar kennis, die gestoorde meid. Ja. Maar dan neemt ze ook gewoon twee BN'ers mee. En moet ze gewoon aan dingen werken, zodat de boerderij duurzamer wordt. Dus bijvoorbeeld een bijenhotel, of bijvoorbeeld een groentetuin, of een vijver waarin dingen kunnen groeien. Okay. Nou, wie deed daar aan mee? Onze grootste schat van Nederland, Martijn Vogels. Maar was meteen duidelijk, ik doe niks, ik praat mee. Succes. Wat een combi is dat. Rianne van Dorst en... of Raven van Dorst en... ze konden het prima met elkaar vinden. Ja, maar dat maakt het toch ook leuk. Je had op een gegeven moment ook zo'n programma. Ik weet niet wat het was hoor. Maar er gingen ook twee BN'ers gingen met elkaar op reis. En gingen ze ook iets doen. De gevaarlijkste wegen van Nederland? Ja, nou dat is zo'n zelfde soort. Maar dit was niet die gevaarlijkste wegen. Dat was een ander soort reis was het. Alleen toen ging dus Robert Kralenborg, ken je die kok? Ja, ging samen met Boef, rapper Boef. Want je denkt van tevoren van, wat is dit voor een combi, zeg maar. Mm-hmm. Alleen, dan hebben ze het wel gewoon leuk met elkaar. En dat vind ik dan wel grappig. Ja, maar dan merk je ook gewoon dat... als die mensen niet in de stress zitten of wat dan ook, of gewoon even rustig aan kunnen doen. Meer en meer van die mensen allemaal prima gozers. Mm-hmm. Maar ja... als Maarten van Rossum de schat van Nederland is, vind ik... Ik moet even zijn voornaam zoeken. Straks ga iemand beledigen die ik cool vind. Nee, Tom Baas. Is dat de cabaretier? Nee. Is Tom Baas ook weer? Tom Baas noem ik even voor het gemak de schat van België. Oh, ja. Van Reis en Waas. Ja. Ik vind het een schat van een mens. Mm-hmm. Puur alleen omdat hij zo rustig is, zo op zijn manier de dingen doet. Mm-hmm. Alles met respect behandelt. Heerlijk. Maar ja, dan, als je Reis en Waas heb je ook vaak nog een andere. En dat is... je zegt dat je niet vaak tv kijkt, dus ik denk niet dat je het ooit hebt gekeken. Ja, misschien dat ik het voorbij heb zien komen, hè. Dat kan wel, maar... Dwars door de lage landen. Nee, daar heb ik nog nooit van gehoord. Nou, dan loopt Arnoud Houben met zijn twee... zijn geluidman en zijn cameraman het hele Pieterpad af. Ja. Nou ja, jij weet nu waar het Pieterpad loopt ongeveer. Ja, dat weet ik. En die doet daar gewoon een paar afleveringen, loopt daar gewoon stuk voor stuk langs. En dat is gewoon nog steeds respectvol naar anderen toe, maar die nemen elkaar gewoon ook in de zeik. Oké. Dus als jij en ik bijvoorbeeld op een kamer zouden gaan slapen en ik denk van weet je wat, Milan mag niet slapen, dan gooi ik een kus naar je hoofd. En dit gaat dan 5 minuten door, hè. Zo gaan die mensen met elkaar om. Heel erg leuk om te kijken.
jij bent sowieso geen fan van Geren Goor over de vloer, denk ik. Ja, maar, ja, ben, maar niet Geren Goor over de vloer. Dat moet wel voor specifieke dingen zijn. Dus bijvoorbeeld als we bij een ouderencentrum rondlopen of... Ja, over de vloer vond ik ook grappig. Maar ik, het is zo grappig. En weet je, ze lopen altijd te zeiken. En ja. Ze lopen altijd te kutten. En er is altijd wat. Maar uiteindelijk sluiten ze het meestal wel gewoon goed af, zeg maar, met die mensen. En doen ze ook echt wel wat er gevraagd wordt. Alleen altijd met gezeik. En ik kan er alleen maar om lachen. Nee, plezier, maar ze zijn ook gewoon steeds gezeiksnoren. Nee. Dus dat... En voor mij is dat laatste... Het Nederlandse programma wat ik zaterdagavond keek, wanneer ik of terug was van wedstrijden of training of wat dan ook. Paul de Leeuw met dat hij wens in vervulling liet gaan. Oh ja. Die hele oude serie. Later was dat iets anders. Toen kwam ooit de quiz ertussendoor. Toen werd de quiz eigen ding en nu heb je even tot hier. Ja. Wat allemaal niet kan gebeuren in 10 jaar. Yep. Ja, dat is waar je het nu over hebt, dat is heel bekend terrein voor mij. Ja. Mijn moeder is heel erg fan van twee van die gasten, zeg maar, van de quiz. Ja. En die kent mijn moeder dan ook, zeg maar, persoonlijk, als in van, ze weten wie zij is, zeg maar. En ik heb ook wel een beetje met hun staan ouwe hoeren na een van hun theatershows, dat is wel leuk. Ja. Ik ga ze meteen beledigen. Ik vind ze niks aan, tenzij het even tot hier is. En hoe bedoel je dat? Gewoon hun theatershows? Hun theatershows vind ik niks. Ja. Ik vind echt... Ze werken goed met actualiteit. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus met even tot hier, als ze nieuws hebben, de zeik gaan nemen. Mm-hmm. En... Ik vind ze... Ik denk er ongeveer ook wel een beetje zo over, hoor. Maar ik vind theatershows... Ik heb het wel eens met mijn moeder over. Van, ik vind de shows ook matig. Niet allemaal, hoor. Er zitten wel leuke tussen. Maar, of tenminste, er zitten leuke stukjes van shows, zijn er, zeg maar. Ja. Niet een hele show, zeg maar. Nee, en dat vind ik dan wel weer met andere cabaretiers, zoals bijvoorbeeld Joep van... Ronald Goedemond. Joep van het Hek en bijvoorbeeld Herman Vinkers. Daar is het altijd raak. Ja, ik ben dus helemaal geen fan van Joep van het Hek. Dat kan. Ik heb, ja, dat is ook altijd een discussie die ik met allebei mijn ouders heb. Want die vinden hem wel leuk, zeg maar. Ik vind Joep van het Hek echt helemaal niks. Ik vind bijvoorbeeld Ronald Goedemond vind ik echt heel goed. Die vind ik echt de beste by far, zeg maar. Mm-hmm. Welke ik wel verschrikkelijk vind, dat is zo, hoe heet die gast nou? Dat is ook echt gewoon een idioot, zeg maar. Theo Maassen? Nee, niet Theo Maassen, die andere. Nee, Jochem Meijer, die vind ik wel, kan ik wel waarderen. Die is een beetje raar, maar die is wel verder gewoon op zich een leuk persoon, zeg maar. Alleen, hoe heet die lul nou? Hij had ook dat rare liedje op Dumpert gemaakt. Daar help je mij niet mee, want ik kijk zelden op Dumpert. Nee, maar het was ook een... volgens mij tijdens corona ook een of andere meme. Ik weet het even niet meer. Hoe heet die ei nou? Hans Teeuwen, denk ik. Hans Teeuwen zou inderdaad kunnen, ja. Ja, dat vind ik zo'n waarloze vent. Net als Daniel Arends. Ja. Nee, snap ik. Die maken geen grapjes om grapjes te maken, maar die maken grapjes om mensen te beledigen, zeg maar. Ja. Nee, snap ik. En er moet altijd, een goede balans tussen zitten. Want... Precies. Weet je wel, ik kan er echt om lachen, hoor, als er een goede grap over iets wordt gemaakt. Over een bepaalde, weet ik veel, bepaalde groep mensen. Alleen, dit is echt gewoon puur kapot maken van, zeg maar. En daar ben ik gewoon geen fan van. Je hebt nooit iets meer gekregen van Herman Vinkers, anders doe ik één stukje van Herman Vinkers. Ja. En kan ik meteen peilen van, is dat te of is dat niet te? Herman Vinkers, volgens mij heb ik er wel eens... Zit hij ook niet wel eens achter zo'n piano? Ja. Kan dat? Ja, ik denk dat ik het wel gezien heb dan. Maar? Moet ik even nadenken hoe dat stuk op ging. Oh ja. Negers hebben altijd problemen met het woord negers, dat ze negers worden genoemd. Ja. Wij hier in het oosten worden tukkers genoemd. Tukkers betekent in... Want hij is ook nog een Nederlandicus. Dus hij kan soms mooi klooien met taal. Tukkers betekent domme heikeneuters. Wij hebben geen probleem met die term. Maar als de negers het zo'n probleem vinden om negers te noemen,
verwisselen wij toch de taal. Dan worden hun tukkers genoemd en worden wij negers genoemd. Want negers betekent eigenlijk glanzend zwart. Ja. Nou, is dat voor jou te ver of is dat voor jou niet te ver? Nee, dat is niet te ver, weet je. Als het daar dan ook bij blijft, zeg maar. Want dit is ook niet per se beledigen van. Dit is gewoon... De zeik nemen met iets. Ja, precies. Weet je, ik heb over dat specifieke onderwerp heb ik ook een mening. En daar ga ik verder niet verder op in. Maar weet je, dan heb je het gewoon over het probleem. Of dan heb je het over iets wat zich voordoet. Maar het is niet dat je die groep, zeg maar, helemaal kapot maakt door ze gewoon te beledigen met dingen, zeg maar. Nee, precies. Dat doe je niet. En dat vind ik het grote verschil. Ja. En het mooiste vind ik wel van Herman Vinkers. Die heeft voor mij vorig jaar, of het jaar daarvoor, corona heeft even met mijn tijd gefukt van de afgelopen 2 jaar. Van was het nou vorig jaar of het jaar daarvoor. Heeft hij ook een film uitgebracht. De Beentjes van Sint Hildegard. Ja. Het heeft ondertiteling, want het is in Twents. Ja. Maar dat is exact zijn humor. Oké. Okay. Dus een grap bijvoorbeeld, dan is hij in een dementenhuis, doet hij net alsof hij dement heeft, Alzheimer, want hij is gewoon gek geworden van zijn vrouw die alles voor hem regelt, alles voor hem doet. Ja. En dan is in een dementenhuis iedere keer een vrouw, weet je waar de kraan is echt S weg is, of iets in die richting. Nou, dat wordt 4 keer herhaald. Nou, Herman denkt, weet je wat, ik ga het dementenhuis uit, ik ga even mezelf zoeken, die dingen. Gaat hij naar die vrouw toe van, hey, zal ik je naar de kraan eens wegbrengen? Wat heb ik daar te zoeken? Zegt ze dan terug. Ja. Nou, dat is dan, dat is dan, je hebt dan zijn hele opbouwing en dan heb je gewoon geen payoff daarin. Nee, precies. Dus ze vraagt daarna, maar ze hoeft er helemaal niet naar te doen, zeg maar. Oké. Ja, ik denk dat het grappiger is als je het ziet. Ja, precies. Ja. Want dat zijn van die grappen die gewoon niet werken. Net zoals bijvoorbeeld... nou ja, daar kan je ook meteen beeld bij denken van... Ja, dat is grappig als je het ziet. Van, nee, mijn schoonvader wilde niet begraven worden. Hij wilde gecremeerd worden. Nou, discussie, want de vrouw en zijn schoonmoeder willen het niet. Die denken van, nee, moet begraven worden. Mm. Nou, hij maakt dan de opmerking van... Weet je wat, als jij hem begraaft, ik graaf mezelf eruit. Ik cremeer hem zelf nog. Ja, maar dat ga je niet doen. Nee, let op mijn woorden, dat ga ik doen. Nou, begrafenis is geweest. Ja. Eens zijn we later, zie je met de graafmachine letterlijk dat hele graf leeghalen. Is meteen ook de beste scène uit die hele film. Ja. Maar ja. Dat zijn helemaal Vinkers. Ja. Maar die heeft ook gewoon... leuke dingen. Die hele oude video's van hem staan nog op YouTube van hem. Ja, ik ben wel eens wat van hem tegengekomen. Het licht staat op rood, het licht staat op groen. In Almelo is altijd wat te doen. Almelo. Ja. Je moet 2 dingen van me weten. 1, ik lijk niet mijn leeftijd. 2, mensen geloven niet dat ik uit Twente kom. Nee, je praat ook niet echt Twents. Dat dus. En de andere is, mensen denken altijd van, oh ja, Jordi is geen 27. Ouder dan? Of? Oh, mensen schatten mij veel jonger in. Ja, ja, als ze jou zien dan. Of, ja. Ja, want qua stem, joh. Ja, toen ik 15 en 16 was, had ik een zwaardere stem dan nu. Dan krijg je van veel recorden. Je stem gaat naar de tering na verloop van tijd. Oh jee. Dus dat. Toen ik presentaties deed op school, kreeg ik heel vaak te horen dat ik een radiostem heb. Vonden ze je zo lelijk dan? Nee, wat onaardig ben jij. Daarvoor werd ik toch ook gevraagd. Want jij doet onaardig tegen Sander en je hebt dan iemand nodig die onaardig is tegen jou. Zo werkt toch die relatie? Op zich. En Sander doet weer onaardig tegen Perry. Ja, maar Paddy doet... Sander doet... Paddy doet onaardig tegen iedereen. Nee, dat is niet waar. Paddy probeert onaardig te zijn tegen iedereen, maar dat mislukt, want je kan hem heel makkelijk niet herhalen. Nee. Dus dat.
Nee, maar het is zo. En ik denk ook, dat heb ik ook gezien met die airlock tussen jou en Paddy. Het is ook hartstikke leuk om te kijken hoe Paddy met anderen reageert, maar Paddy is niet voor YouTube. Nee. Paddy streamt. En streamen doet hij wel goed. En je moet hem ook laten streamen, ja. Alleen hij kan zijn ideeën ook niet voortzetten. Ja, hij doet nu in ieder geval dat die Ribbon Quest doet hij nog steeds. Nee, en klopt. Hij doet nog steeds de Hardcore Generations. Alleen voor recording doet hij het niet goed, nee. Nou, zelfs... Of doet hij het niet goed. Niet zoals ik het zou doen. Nou, ook een beetje als je kijkt naar het idee van... Jij zet de trend voor met Hardcore, hè? Ja. Nou, toen ging Sander en Nando, nou later ging ik nog mee. Ja. Maar toen bij ons een beetje afnam, toen ging hij het weer doen. Ja. Dat bedoel ik ook een beetje van, hij gaat er ook niet echt goed mee om, vind ik. Nee, maar hij had toch ook zo'n Pixelmon server gemaakt waar hij zelf nooit online was? Ja, maar dat vind ik humor. Ja, jij vindt dat humor, ik vond het echt onzin. Ja, ach. Maar ja, daar zat ook geen idee achter. Nee, terwijl ik het wel leuk vond. Ik had echt iets vets gemaakt en er waren heel veel mensen online elke keer. Ja, alleen de persoon om wie het draaide, die was het iedere keer niet. Nee. En dat, kijk, dat doet... ik denk dat ook bijna tijd is, dus ik houd even kort. Dat doet Simon dan wel heel beter. Ja. Alleen, het probleem wat ik heb met Simon's server is, mensen zijn te actief. En dat bedoel je mij? Oké, ik ben even een paar dagen niet geweest op de server. Oh, mensen hebben nu al net eruit. Ja, ja. En dan kom ik aan met mijn eigen armetje. Ja, precies. En dat demotiveert mij wel vaak om weer verder te gaan in zo'n server, want ja, dan moet ik eerst Netherite bijhouden, maar dat wil ik niet doen. Maar het is geen PvP-server, nee. Dus het maakt toch niet per se uit wat de rest heeft. Nee, klopt, maar het is dan wel zo van, je loopt dan wel een verhouding veel meer achter dan de rest. Ja, en ik begin altijd veel te laat. Ja, klopt. Maar dat doe ik ook, omdat ik toch weet dat een week later, dan is er weer toch niemand meer online. Nee, klopt, ja. Denk dat we over tijd zijn, of niet? Ja, ja, ik dacht van ja, omdat het de laatste is van deze van vandaag maak ik deze battle even af. Maar hij duurt iets langer dan wat ik had bedacht van tevoren. Maar ik wil hem wel even afmaken eigenlijk. Ik weet niet of jij nog in een battle zit. Nee, ik heb net de battle klaar. Als ik het goed heb, moet ik zo meteen nog tegen Koji en dan ben ik klaar met het tournament. Dan loop je echt in hoor. Wat heb jij gedaan de afgelopen 2 uur? Ja, helemaal niks. Nee, dat blijkt me nog eens. Ik heb 2 keer moeten resetten. En de eerste keer had ik best ver gespeeld. Alleen toen had ik het probleem dat... Dat ik opeens doodging en dat ik helemaal opnieuw moest beginnen. Ja. Waar ik was begonnen, zeg maar, vandaag. Mm-hmm. Dus dat helpt niet echt. Ik maak deze battle even af, ja, want hij is bijna af. Nog even 1 pingwing verslaan en dan slaan. Ja. Maar op zich wel geinig. De twee dingen die Harm ooit nog wilde doen, was een podcast serie maken. Nou, wink wink, nudge nudge, wie is dat nu aan het lukken? Nee. Ja. En een Pixelmon server hosten. Oké. Okay. Hij heeft het nog niet, geen van beide gedaan. Hmm. Nee. Want dat is een beetje het ding, dan moet je het zelf regelen en ik kom niet heel makkelijk aan discussiepunten. Net zoals het feit dat... Er staat op TSG staan er 2 rankingvideo's. Een Zelda rankingvideo en een Pokémon rankingvideo. Ja. Die van Pokémon ranking raak het zeker aan, want het is fucking 4 uur aan video. Waarom 4 uur? Nou, we ranken alle Pokémon games. Ja, maar 4 uur. Dat kan ik in een kwartier hoor. Ja, klopt, maar aardig uitgebreid. Maar dat zou ik. Maar ja, als je met meerdere mensen bent, misschien niet. Nee, precies. We kunnen een keer een Pokémon Ranking podcast maken. Ja, maar dat is dus precies waar ik naartoe reik. Van, ik heb wel de ideeën. Meer in ieder geval mijn ideeën gebruik jij voor je Spycast. Ja, nou, dat is jammer dan. Dan wordt het toch maar gewoon Spycast. Nee, precies, maar dat is ook mijn punt. Ik heb wel de dingen ervoor, maar ja. Han wil het dan niet doen, of dan is het al heel snel. En dat heb ik ook zelf meer. Als je mensen moet vragen van, oké, vandaag kan Harm, Nando, jij en ik. Dan ga ik ook niet voorstellen om een podcastje te doen. Nee, zeker niet. Nee. Maar eerlijk is eerlijk, ik luister al veel podcasts. 3 personen is eigenlijk de max. Of je moet hele goede afspraken maken wie er op welk moment praat. Nou ja, dat merk ik langzaam zeker wel een beetje met die monotype. Soms lullen we ook gewoon door elkaar heen. Dat klopt. En heel vaak dan ben ik ook gewoon echt een hele tijd stil. Omdat ik denk van, joh, laat me praten.
Ja, klopt. Zeker, dat is meestal de eerste aflevering in een sessie. Ja, dat kan ik ook precies zien in de audio waves. Ja. Dan denk ik van, joh, laat maar lullen, ik speel mijn spelletje wel. Ja, maar dat zie ik met jou, dat zie ik ook met Nando vaak. Daar zie je ook gewoon soms gewoon een audio wave van een half uur gewoon een paar spikes en voor de rest zegt hij geen kut. Ja. En bij Harm is het gewoon alleen maar pieken. Vaak wel, ja. En ik lul er gewoon vaak doorheen. Mm-hmm. Maar ja, dat wil je ook. Jij verbergt alleen altijd waar je bent. Ja, oké, maar dat maakt ook leuk. Als ik dat niet zou doen, dan zouden sommige races ook gewoon niet leuk zijn. Nee, maar daarom, ik ben nog steeds van mening, maar ik weet dat niemand het met me eens is. Als we een keertje moeten doen dat iemand moet finishen, dan moet het hierbij zijn. Dat iedereen moet finishen, bedoel ik. Dat iedereen de finish over moet gaan. Ja, kijk, bij Kaizo was dat onmogelijk en dat was uiteindelijk bij de Elm Challenge ook niet haalbaar. Maar hierbij, kijk, als je straks klaar bent, ik verwacht echt dat er mensen zijn die straks 2 of 3 generaties achterlopen. En de rust. Ja, en dat vind ik dan echt zonde, zeg maar. Want ik werk echt naar Gen 9 toe. Dat zou ik echt jammer vinden als ik Gen 9 niet haal. Snap ik. We kunnen altijd nog even kijken wat we daarmee doen. Mm-hmm. Want het is altijd een ding geweest dat heeft iemand de Gen gehaald, dan is het de Generations gewonnen en is het klaar. Ja. Omdat in sommige gevallen het wel erg is geweest dat sommige mensen heel erg achterliepen. Met Survivor deden we wel eens voor dat één iemand de Gen had gehaald, plus de challenge die eraan gebonden was. Zoals bijvoorbeeld Mewtwo Red, die dingen. Dat iedereen dan meteen doorging naar de volgende gen. En dus sinds... Ja, dat kan. Dus volgens mij sinds de oude generations weer dat wij aan één stuk doorgaan. Ja, want dat vind ik wel van... Kan je zeggen dat je een generations hebt afgemaakt als jij gen 9 hebt gehaald en ik ben nog bij gen 6? Ja, er is een argument om te zeggen van ja en er is een argument om te zeggen van nee. Nee, ik vind niet dat er een argument is om te zeggen van ja. Nou, technisch gezien heb ik dan gewonnen. Ik heb dan de marathon uitgelopen. Dat klopt, maar dan heb ik toch geen generations afgemaakt. Nee, klopt. Dus daarom zeg ik ook van, is argument voor ja, argument voor nee. Ja. Maar waar is... In ieder geval, mijn battle is afgelopen. Ja, ik wou net zeggen, volgens mij was het een aardig lange battle. Ja, hij was echt nu afgelopen. Bedankt voor het kijken van deze aflevering. Vond je het een leuke aflevering? Doe een duimpje omhoog. We hebben weer over veel dingen gepraat en dan is het altijd leuk. Ik zie jullie graag bij de volgende aflevering. Adios, amigos.